De bandjes overdag zijn echt totaal niet mijn ding. Langzame muziek, heb ik niks mee. Al dat geblow, al die gekke hippies, moet ik helemaal niks van hebben. Ik wil gewoon rachen en dat kan alleen maar 's avonds. Ik ben Tom en ik ga naar Lowlands eigenlijk alleen maar voor het nachtprogramma. 'S Nachts zijn toch de hardere stijlen van de muziek. Heb je de verschillende soorten techno, drum en bass, dubstep. Dat is toch meer waarvoor ik leef. Een ander soort sfeer, een ander soort mensen. En eindig altijd in de 24 uur tent, doorgaan. En overdag alleen maar slapen, totdat je tent uit wordt gebrand. Vervolgens je matrasje naar buiten slepen en lekker in de zon slapen heel de dag. Voor mij het ultieme Lowlands moment en herinnering was dat ik een aantal jaar geleden mijn vrienden kwijt was geraakt. En ja, je weet hoe dat gaat op een festival. Je bent aan het appen, je bent aan het zoeken, je bent aan het sms'en, aan het bellen, dat gaat allemaal niet. Maar uiteindelijk had ik ze gevonden en wist ik waar ze waren. Ze stonden bij Flux Pavilion, een dubstep DJ die ik echt fantastisch vind. En ja, ik rende echt die tent in en ik zag ze in het midden staan en ik sprong iedereen en iedereen was blij en het was sfeer en het was hard en de bas trilde door die tent. Ja, dat was voor mij echt het mooiste moment.